Goedemorgen. Zo, iemand moet nog wakker worden. Ik ga maar weer eens lasagne eten. Het is 2:30. Ik heb alleen een koekje op en thee. Dus ik heb honger. Ik zit een beetje te denken wat ik ga doen vandaag. Want ik heb qua werk nu niet iets wat moet. Dus ik denk dat ik iets ga opruimen. Daar heb ik zin in. Ik heb zin om meer rust te hebben in huis. Maar ik heb ook gewoon echt te veel spullen. En het slaat nergens op. Het is gewoon zo makkelijk om het te verzamelen. En ik ben super slecht in dingen weggooien. Dus ja, als je nooit iets weggooit, dan haal je uiteindelijk toch gewoon heel veel spullen over. Ook als je niet eens zo heel vaak iets koopt. Even chillen nog en dan... Ik ga mijn kast opruimen. En normaal gesproken is het beste om alles wat je hebt uit de kast te halen. En gewoon bijvoorbeeld op bed te gooien. Zodat je ten eerste even... heel erg geschokt bent over hoeveel fucking kleren je hebt. Want het is altijd meer dan je denkt. Weet ik zeker bij bijna iedereen. En ten tweede is het gewoon echt goed omdat je dan echt item voor item af kan gaan. En jezelf kan afvragen. Draag ik dit nog? Vind ik dit comfortabel? Word ik hier blij van? Does it spark joy? Moet ik het misschien laten repareren? Of ja, whatever. Of het gewoon nog weer terug in de kast moet. En als je er niet zeker van bent, dan doe je het in een aparte stapel. En dan zoek je dat later uit. Ik heb nu echt een vet zeer hoofd. Dus ik heb geen zin om echt helemaal het groots aan te pakken. Dus ik ga gewoon even item voor item af in mijn kast. En dan ga ik binnenkort wel weer een keer echt de volledige opruiming doen. Waarbij je dus wel alles op bed legt. Let's go. Okay, dit jasje draag ik echt nooit meer. Hij is ook best wel een beetje krap en... Ja, ik weet niet. Het is gewoon uit een andere Marije-tijd of zo. Ja, nee, ik voel dit totaal niet meer. Hij is alleen een beetje kapot. Dus dan moet ik hem eerst laten maken voordat ik hem kan verkopen of weggeven. Ik denk dat ik dit jasje wel al 14 jaar heb. Dus het is gewoon, het is mooi geweest. Volgens mij is dit jasje hetzelfde verhaal. Het past gewoon niet meer bij me. Het is gewoon te... Nee, ook dit jasje heb ik al 14 jaar, denk ik. Deze blouse vind ik wel altijd mooie kleuren hebben. Maar ik vind de lengte is gewoon een beetje raar of zo. Het is zeg maar een lange blouse. Ik draag hem uiteindelijk nooit, want ik weet nooit wat ik er nou mee moet. Moet ik hem knopen dan of zo? Of... Nee, ik denk dat ik deze ook gewoon ga wegdoen. Deze heb ik denk ik 12 jaar. Heb ik ook gewoon al heel lang niet aangehad. Het is gewoon, het is over. Het is uit. Het is uit. Dit draag ik allemaal nog wel. Ja, deze dan eigenlijk ook weer niet. Het zijn al jasjes toch, hè? Deze heb ik denk ik 10 jaar. Maar op zich, deze zit wel beter. Ik heb wel zo lang niet aangehad. Ik ga hem toch nog even bewaren. Want ik, ja, ik weet niet. Ik vind hem toch nog wel gewoon, misschien ooit. Dit draag ik allemaal. Ja, deze alleen. Deze draag ik denk ik ook niet echt meer. Kijk, zien jullie mij hier nog in? Ja, ik niet. Nee, nee. Deze heb ik denk ik 8 jaar of zo? Nee, nee, nee. Nee, 5 jaar denk ik. Ja, sorry. Ook met jou is het uit. Dan hebben we deze. En het is dus zo'n kort topje. Ja, het ziet er nu een beetje gek uit met dat... ding eronder, maar ja, ook dat draag ik dus nooit, omdat ik het gewoon irritant vind dat hij zo kort is. En ja, dat strikje is ook gewoon niet mijn rijen en ja, nee, dit even harde keuzes maken, Marije. Over. Nou, dat ruimt alweer wat op. Deze blouse vind ik wel tof qua vorm. Hij is lekker wijd en zo. Alleen weet ik ook niet zo goed hoe ik dat moet dragen. En ik draag dus geen wit, omdat zeg maar hard wit staat mij niet zo goed. Ik moet warm wit hebben of gebroken wit of zo. Maar ik zou deze natuurlijk kunnen
verven met uienschillen of bieten of zoiets. Dus daar ga ik even over nadenken. Oké, deze laat ik nog even hangen. Ik heb dus best wel wat leuke jurken, van die lange jurken. Maar ik zit nu zo niet in een fase dat ik jurken draag. Maar ik denk dat ik daar misschien wel weer ooit of binnenkort in kom. Dus ik ga die toch even bewaren. Want ze passen verder wel heel goed bij me. Qua stijl en qua kleur passen ze gewoon heel goed. Dat is trouwens echt zo'n belangrijke tip, hè. Als je je kast gaat opruimen. Of sowieso überhaupt. Gewoon voor als je modekleding koopt. Het is zo goed om te weten wat er bij jou staat. Bij jouw tint, bij je haartint, bij je ogen, bij je huid. Kan zo'n verschil maken. Als ik niet de goede kleuren draag, dan zie ik er echt ouder en grauwer uit. Dus zo voorkom je dus ook miskopen. Ja, dit draag ik dus wel. Die broeken draag ik eigenlijk allemaal wel. Nog een shirt, die heb ik denk ik al 15 jaar. Klaar. Kijk nou wat ik vond. Deze heb ik in New York gekocht. Maar ik draag geen zwart meer. Ha! Zo leuk is hij. Maar ja, ik draag dit dus niet. Maar hij is zo leuk. Misschien moet ik hem maar gewoon verkopen of weggeven of zo. Deze heb ik denk ik ook 12 jaar. Die heeft ook wel zijn beste tijd gehad. Ja, dat was het denk ik wel voor nu. Want de rest heb ik al redelijk een keer gedaan. Een tijdje terug. En ik ben eigenlijk wel gewoon even klaar mee voor nu. Oh, ik loop tegen de kast aan. Oh, fuck. Oké, deze items gaan nu mijn kast uit. Normaal gesproken zou ik zeggen, ik laat het eventjes 3 maanden liggen. En als ik het dan nog steeds niet heb aangeraakt, dan gaat het definitief een nieuwe eigenaar zoeken, vinden. Oh, moet ze er eentje gaan zoeken. Maar nu weet ik zeker dat dit gewoon klaar is. Dus nu ga ik gewoon bedenken, per item moet het nog gerepareerd worden. Gaat het naar de kringloop? Gaat het naar whatever organisatie? Ga ik het verkopen op Vinted of Instagram of whatever. Ik denk nu dat ik overal te lui voor ben. Dus misschien dat ik het gewoon naar de kringloop breng. Zodat iemand er anders van kan genieten. Het zijn op zich nog best wel goede items. Ondanks dat ze misschien al oud zijn, zijn ze niet heel veel gedragen. Nou, dit ruimt toch lekker op, hè? Tijd om weer wat te gaan eten. Ik heb eigenlijk alleen maar lasagne op vandaag. Maar ik doe ook geen reet. Dus ik heb ook niet zoveel honger dan. Ik heb wat dingen uit mijn kast getrokken. Bulgur, broccoli die ik nog had. Oesterzwammen die ik nog had. Spinazie die ik nog had. Laatste restje spekjes. Ik ga nog wat lins doorheen doen. En ik denk gewoon misschien met pindasaus. Het is misschien een beetje raar, maar spekjes met pindasaus. Fuck it, ik ga het gewoon maken. Ik ga de broccoli denk ik in de oven doen, want dat vind ik gewoon lekkerder. En de stronk, die gaat gewoon in stukjes mee de oven in. Er zitten knetterveel vitamintjes in, man. Oké, het is best veel. Maar veel goede gezonde dingen. Twijfel of ik er nog een sausje op doe. Of misschien satarkruiden. Of een beetje sesam. Ja, ik denk een beetje sesamolie nog. Mocht je het nog niet doorhebben, Max is er niet vandaag. Dus ik ga dit lekker in mijn eentje opeten. Met iets van een slechte serie of zo. Of een slechte film. Veel verschillende smaken. Het is echt een raar gerecht. Maar het past wel allemaal bij elkaar. Ik zweer het je, die vegan feta van Violife, die maakt alle gerechten lekker. Dawson Creek staat tegenwoordig op Netflix. Jezus, wat is dat traag. Holy moly. Ik ga maar door 1 aflevering worstelen. Als ik het dan niet leuk vind, dan is het klaar. Dubbele winterjas, wandel, money gang. Ik heb gezelschap bij tandenpoetsen. De duurzame tip van de dag is dat het goed is om te weten dat echt de allermeeste impact die je hebt qua alles wat je doet in de badkamer,
dus de grootste impact die je hebt op de aarde, komt door het verwarmen van je water. Dus warm water. Badkamerproducten of koud water zijn echt maar een fractie. Volgens mij 10% in totaal. En dat 90% komt vooral door het verwarmen van je water dus. Dus dat is gewoon even een fijn weetje die je in je zak hebt. Dat je dus niet hoeft te mierenneuken op even de koude kraan aan hebben. Maar wel op heel veel minuten langer douchen bijvoorbeeld. Maar ook dat kun je weer in perspectief zetten. Want ja, meer water verbruik je indirect als je bijvoorbeeld vlees eet. Dan bij het douchen. Dus dat is ook weer... Het is allemaal relatief. Maar goed. Bedankt voor het kijken en tot morgen.